Hey allemaal! Ik ben er vandaag weer terug met een nieuwe video. En ik heb vandaag een super exciting video. Ik heb namelijk over de afgelopen 2 maanden, denk ik, heel veel verzameld. Ik ben gaan shoppen dus. Ik ben naar de Primark geweest, naar Zara, H&M of H&M, whatever you prefer. New Look, naar de D, naar de NYX winkel. Oh my god. Dus ja, ik heb heel veel verzameld, heel veel nieuwe dingen. En ik dacht dat het leuk was om dat allemaal in één video te laten zien. Aangezien ik niet in één specifieke winkel echt superveel gekocht heb. Dus, let's get started! Ik ga beginnen met de laatste winkel waar ik ben geweest. En dat was de Primark. Ik ben in de Primark in Gent geweest gisteren. Ik heb dat ook allemaal gevlogd en zo. Dus ofwel staat dat al online, ofwel komt dat nog online. Maar jullie gaan het in ieder geval zien. Dus ik heb helemaal geen grote zak meegekregen. Omdat ik niet zo superveel gekocht heb. Ik heb vooral ook veel meegebracht voor mijn mama. Oké, dus het eerste wat ik in de Primark heb gekocht en gevonden. Is dit vestje. Deze bomber jacket. Ik zag deze bomberjacket hangen en ik had er al eentje gezien in de Zara die erop leek. Maar ik heb al 2 bomberjackets. Ik heb een roze en een khaki met zo van die patches. Die heb ik ook al iets laten zien in een video. Dus ik dacht, ja, als ik nu weer eentje bij de Zara koop, geef ik weer zoveel geld uit aan een bomberjacket. Terwijl ik er al superveel heb. Dus zag ik deze bij de Primark en die was helemaal niet duur. Die was maar 23 euro. En ik dacht, ja, oké, daarvoor kan ik er wel nog een derde bij kopen. Ik ben daar super blij mee. Ik vind het echt een leuke bomberjacket. Dan het volgende van de Primark is deze roze. Het is een roze rok in zo'n suede materiaal. Tada! Ik vind die echt gorge. Ik ben echt verliefd op deze kleur. Ik hou er super veel van. Deze was maar 8 euro, super weinig. Dus ik vond die echt tof om in mijn kast te hebben. En die kun je ook met heel veel dragen. En deze kleur is gewoon heel hard in de mode nu. En dan als laatste, ja, voor mezelf heb ik dus deze kaars gekocht. Deze zag ik aan de kassa en ik rook daaraan en ik was echt zo... Ik was echt betoverd door deze geur. Dit is... wacht, even kijken. Nectarine en Lemon Blossom. En die kaars is letterlijk 1 euro, dus how could I leave that? Oké, de volgende winkel is de NYX. Die is onlangs geopend. Ik heb er een aantal dingen gekocht. Mini zakje en dat is ook al helemaal verfrommeld. By the way, heeft er iemand ook dat die vinden dat die zakjes naar karamel ruiken? Want die zakjes ruiken echt naar karamel. Er was dus een van die matte lipsticks, allee, zo liquid lipsticks die ik heel graag wou in de kleur Can. Maar die was er niet. Echt letterlijk alles was uitverkocht. Er was bijna niks meer over. Dus ja, ik heb niet zo heel veel gekocht, want de helft van wat ik wou was er niet. Ten eerste heb ik een concealer gekocht. En dat zit in een potje. Er staat bij dat die full coverage is. En lightweight. Waarom ruik ik aan een concealer? En ja, ik vind hem echt heel... ik vind het echt een goede concealer. Ik heb hem vandaag opgedaan. En ja, ik ben er echt wel tevreden van. Hij blendt ook heel gemakkelijk en zo, dus ik kan die zeker aanraden. En als laatste bij de NYX heb ik de Whipped Lip & Cheek Soufflé gekocht. Die heb ik in de kleur Cocoa Bean. En ja, deze kan je dus gebruiken op je lippen en op je wangen. Ik heb die gisteren eens aangedaan. Het heeft een matte finish, dus dat is heel goed. Nu dat we toch met beauty bezig zijn, ga ik gewoon de rest laten zien dat ik gekocht heb. Ik heb 1 ding gekocht bij de Ethos in Nederland, want ik was daar op vakantie geweest. Ik heb deze spray fragrance mist gekocht van Victoria's Secret in de geur White Cotton en Pink Lily. En deze, wauw, echt waar. Die ruikt zo super fris en echt... zalig. Dan kocht ik bij de D heel veel. Dus als eerste heb ik een set gekocht van Makeup Revolution Londen. Daar zaten 3 make-up borstels in en een highlighter en een duo face sculpt palette. Dus dat is dit allemaal. Nu, het is vrij obvious waarom ik dat heb gekocht. I mean, om eerlijk te zijn, deze borstels zijn echt super kwaliteit. Echt waar. Ik heb nog geen enkele andere borstel gevonden die zo'n goede kwaliteit is voor die prijs. Deze vind ik heel mooi. Dat is de F103. En die heeft dus van boven zo wit en van onder zwart. De borstels zelf zijn zo wat hout. Wat meestal niet het geval is als je zo wat goedkopere borstels hebt. Deze is de F105. Dat is zo'n angled brush. En dan heb ik nog een grote poederborstel, denk ik. En dat is de F104. En ja, ik ben er super blij mee. Die zijn echt allemaal zalig op je huid. Die zijn heel zacht. Dus ja, als je die ergens tegenkomt,
bij de die dus. Zou ik die zeker aanraden. En ja, ik vond het gewoon echt een goede deal. Want dit kostte allemaal tezamen 17 euro. Dan kocht ik bij de die ook nog de Sleek Matte Me Ultra Smooth Lip Cream. In de kleur Birthday Suit. Ik vind die naam ook echt super leuk. Ik heb die vandaag op. Dus ja, je ziet het, die is echt super mat. En deze kleur vind ik leuk omdat dat zo'n beetje nude is. Maar toch nog een roze ondertoon heeft eigenlijk. Uw lippen drogen natuurlijk wel uit. Maar dat is echt met alle matte lipsticks en zo. Dus dat kun je een beetje... Dat kun je moeilijk vermijden. En dan heb ik ook nog een blush gekocht. Dit is duidelijk zo'n dupe van die Too Faced blushes, denk ik. En daar staat op Baked Hearts Blusher. Ik zag die liggen en ik vond die echt gewoon heel schattig. En die is van het merk Technique. I don't know. En ja, het is dus gewoon zo die blusher in een hartje met drie kleuren. Dan als laatste heb ik iets super exciting gekocht bij de die. Ik wou al super lang en dat is iets kei, ja, populair de laatste tijd. En dat zijn van die face masks met een soort van dierenprint. Dus als je dat aandoet, heb je eigenlijk een panda masker aan. Het is een masker met green tea en apple. Dus ja, groene thee en appel. En dat is er gewoon zo eentje dat je op je gezicht moet leggen eigenlijk. Dat je niet zo moet maken. Dus ja... Super excited en ik ga nog zien wat ik ervan vind, maar ik vind de verpakkingen zo alvast kei leuk. De volgende winkel is New Look en daar heb ik ook twee dingen gekocht. Ten eerste heb ik dit topje gekocht. Het is gewoon zo een zwart... Ja, medium lang topje met aan, in het midden van die vetertjes, alleen zo touwtjes. Ik heb er een grijs gekocht omdat ik het leuk vond in combinatie met de rok die ik heb gekocht daar. En dat is een leren, ja, blushkleurige rok. Die lijkt heel hard op degene die ik bij de Primark kocht, zoals jullie kunnen zien. Ja, deze is net iets donkerder. Maar dit is dus een leren rok en ja, ik vind dat het altijd leuk is om te hebben, omdat het gewoon je outfit helemaal kan opspicen en een beetje specialer maken. Dan kocht ik ook nog iets bij de H&M en dat is een badpak. Dit was echt letterlijk maar 10 euro. Het is dus een gewoon, ja, badpak, maar met een hele diepe decolleté. En het heeft zo'n Aztekenprint. Ik vond dat echt cute voor ja, op vakantie en zo. Dan kocht ik ook nog een keileuk sjaaltje bij de Bershka een tijdje geleden. En ik was hier al lang naar op zoek. Die zijn nu echt terug in de mode. Ik draag dat eigenlijk echt als sjaaltje gewoon. Maar mensen hebben mij letterlijk al zo gezegd van ja, je ziet er echt iemand van de scout uit. Of jij lijkt op een stewardess. Mannen, dat is mode. Okay. Dan kocht ik ook nog een zwarte, ja, een gewone zwarte pet. Die heb ik ook in Nederland gekocht. Ik wou wel eens testen of dat bij mij stond. En het was ook super hard aan het regenen, dus dat was gewoon handig om te hebben. Ik weet nog altijd niet of ik vind dat het mij staat of niet. Ik weet ook niet of ik die veel ga aan hebben, maar ik vond het wel een leuke aankoop en iets handig om te hebben. En dan zijn we aangekomen bij de laatste winkel. En daar heb ik echt mijn perfect little black dress gevonden. En die ziet er zo uit. Van voor is het dus zoals silky. En aan de achterkant is gewoon een t-shirt stof. En ik vind deze echt een fantastisch kleedje. Omdat dat ook een model is dat je perfect met sneakers kunt dragen. En ik ga dat sowieso dragen met dit vestje. Ik kijk er echt al naar uit. Ik heb ook een t-shirt gekocht. En daar staat op, ja, leisure time is quality time. En dan zo van die leuke patches en zo. Ja, ik vond dat gewoon een toffe t-shirt voor op een jeans of zo te dragen. En dan in Nederland vond ik een tas. En die wou ik ook al kopen in België. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Dan kwam ik in Nederland in Zara weer. En die tas was daar afgeprijsd voor nog maar 30 euro. Dus dan heb ik die gekocht. Het is zo'n bucket bag tas. Dus hier ben ik ook kei blij mee. Ik wou die al heel lang, dus super happy! Zo, dat was alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Geef het zeker een thumbs up en abonneer op mijn kanaal als jullie dat nog niet gedaan hebben. Ik hoop dat jullie ook in de comments kunnen achterlaten wat jullie het mooiste vonden of wat jullie zelf ook zouden kopen. En dan hoop ik jullie terug te zien in mijn volgende video. Bye!